We zitten hier bij de Dassentunnel. Hij is hier net aangelegd op het traject om een Marienberg. Nou, we zijn hier het spoor aan het vernieuwen. Ja, we proberen dat zo duurzaam mogelijk te doen. We hebben gekeken van wat kunnen we allemaal beperken. Kunnen we hergebruikte dwarsliggers toepassen. Om te zorgen dat we dat niet alleen veilig doen en met zo min mogelijk beperking voor de reizigers. Maar ook nog eens een keer zo min mogelijk impact op de omgeving. Dus door slim om te gaan met de mogelijkheden die de regelgeving ons biedt en die het contract ons biedt, hebben we geld kunnen besparen. En die hebben we geïnvesteerd in andere duurzame oplossingen, waaronder de Dassentunnel. Het was nodig omdat wij in het verleden diverse meldingen gehad hebben van aangereden dassen. We zitten ook in de historische organisatie en dan word je erbij gehaald om dus de aangereden das weg te halen. En dat was voor ons eigenlijk een beetje de aanleiding om zoiets te realiseren dit. We proberen toch elke verstoring te voorkomen. Dus nu snijdt het mes aan twee kanten. Eén, we hebben minder verstoringen voor de reizigers. En twee, we helpen de natuur een handje om veilig over te steken. Er waren twee plekken, daar eentje en daar eentje. Ze lopen altijd door het bos, dus van singel naar singel. En dan zoeken ze daar zelf een weg en je kon aan de ballast zien dat daar alles was bruin. Maar waar ze er steeds over gingen was het grijs. Dus daar hadden ze zo'n pad gemaakt dat je het helemaal kon herkennen. De dassen die gaan me wel in het hart vallen als je een keer die dingen in het echt gezien hebt, in het wild. Het zijn echt interessante beesten, zijn het mooie beesten om te zien, mooie koppen. En ja, dat is toch wel een. Dus dan gaan ze me toch aan het hart. Ja. Het wordt hier zo ingegaasd, dit, tot de grens helemaal. Dat ik denk wel dat ze daar dus nou over gaan. Trots, toch leuk. Het begint met een paar telefoontjes en wat e-mailadressen waar je dan naar schrijft. En je krijgt antwoord terug en zo gaat het balletje rollen.